President Desi Bouterse heeft gisteren zijn inzichten gedeeld over de aanpak van de gezondheidszorg. Op de persconferentie over de numerus fixus en de komst van de Cubaanse artsen gaf hij aan graag artsen te willen die ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden. Ook wil de president artsen hebben die de mensen beter maken wanneer ze ziek zijn. En dan moeten we als derde punt de artsen goed betalen. En als vierde punt, de artsen moeten weten dat er ook Surinamers wonen op Alalapado of op Dritabetje. En we willen voorkomen dat we artsen hebben die zitten aan de Malibatrumstraat en te wachten tot mensen doodziek zijn en tonnen willen gaan verdienen. Dus laten we de zaak precies zeggen zoals het is, want nu zitten we te kijken naar een 6.000 en 8.000. Geloof me, die artsen van ons lachen ons uit. We moeten ze meer betalen om naar het binnenland te sturen. En eigenlijk is die Cubaan tolerant, ik zou jullie meer vragen. En als het aan mij lag alleen, had ik 500 Cubanen gebracht. Maar mina, ook iets maar toe. En ook faciliteiten gaan we daar moeten hebben. Gelooft u me, dat proces waarmee ik bezig ben, waarmee wij bezig moeten zijn, is een lang proces. Deze statement van het staatshoofd is niet in goede aarde gevallen bij de VMS, de Vereniging van Medici in Suriname. De VMS geeft aan dat het grootste deel van de huisartsen teleurgesteld en verbitterd is over de aanval op de goed opgeleide Surinamers die zich tij en ontij inzetten voor de gezondheid van de zieke burgers. De huisartsen zijn er verder niet over te spreken dat de president hun de schuld geeft van de vele misstanden in de gezondheidszorg. De VMS vindt dat minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de onderzoeksresultaten van haar studie naar de vaardigheden van Surinaamse artsen bekend moet maken. Ik ben zelf docent geweest aan de medische faculteit in het kader van Public Health. En wat ik heb geconstateerd is dat andere vaardigheden, en dat is waar de president over praat, de humaniteit en de communicatie met de patiënt en het je kunnen inleven in de situatie van de patiënt, dat hebben die studenten niet echt goed ontwikkeld. En daar komen dan de problemen, want heel veel van onze artsen zijn nu robots geworden om even een receptje uit te schrijven. Maar waar zit het dat je inderdaad, als het gaat om problematiek, zoals we die hebben, suïcide, geweld, daar moeten de artsen ook allemaal mee kunnen dealen. Mijn ervaring is ook geweest dat met betrekking tot moeder-kindzorg en de vroege ontwikkeling van de kinderen en de rol van de arts daarbij, de artsen laten het afweten. Het is niet hun taak. Het was onderwijsminister Lilian Ferrier gisteren op de persconferentie belegd door president Bouterse over de numerus fixus voor de medische faculteit.